Hoofdinspecteur van politie Humphrey Nalen gaat tijdens een vraaggesprek met het Nationaal Informatieinstituut in op de verleende diensten vanuit de politie in de huidige situatie. Ondanks de COVID-19-situatie verleent de politie aangepast haar diensten. Merkwaardig is dat de Surinaamse bevolking langzamerhand de lockdown gehoorzaamt die sinds 14 maart 2020 is ingegaan, inclusief de soft stage lockdown. Wat de reguliere diensten betreft, die gaan zo goed als normaal door. We hebben normaal een acties of sporingen van verdachten. Je kan niet anders, hè, want als er een strafbaar feit is gepleegd, moet je optreden. En ten aanzien van die COVID-maatregelen, we doen nog steeds aan controle. Nu is de maatregel dat je vanaf 8 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend niet zomaar op straat mag zijn. Althans, als je op straat bent, moet je een briefje daarvoor hebben, toestemmingsbrief moet je daarvoor hebben. Dus dat wordt ook nog steeds gecontroleerd door de politie. Dat de politie gaat gericht in feite op straat om mensen die op straat worden aangetroffen, om na te gaan als ze dus wel toestemming hebben om op straat te zijn. Als we groepen jonge mannen bijvoorbeeld op straat aantreffen in groepjes en zo, dat ze worden aangesproken en aangezegd om dan huiswaarts te keren. In elk geval dat ze niet op of langs de openbare weg mogen zijn. En natuurlijk letten we ook op 5 of meer personen, toch? Als je met meer dan 5 personen bij elkaar bent, ook al zou je toestemming hebben om op straat te zijn, wordt ook erop gewezen dus dat de COVID-maatregel aangeeft dat niet meer dan 5 personen bij elkaar mogen zijn. Dus dat wordt ook door de politie aan de mensen voorgehouden. Zoals ik zei, als we bezig zijn met de controle, zeg maar na 8 uur, vanaf 8 uur, dan worden mensen wel gevraagd van, bent u op straat, wat doet u op straat, heeft u een toestemmingsbrief? Kijk, soms als je ziet dat de persoon zeg maar in uniform gekleed is, want we weten verpleegkundigen en zo, die zijn meestal, sommigen gaan misschien 9 uur, 9:30 van het werk. Dus als je merkt dat de persoon zeg maar in uniform is, en de persoon geeft aan van, kijk, ik kom van het werk en ik ben op weg naar huis, dan ga je de persoon dus niet dan, langer staande houden dan noodzakelijk is. Dus als we zien van, kijk, deze mensen komen van het werk, of ze hebben een toestemmingsbriefje, dan laten we ze gaan. Maar ook als zou iemand, zeg maar, tegen de regels en op straat zijn, de opdracht tot nu toe van de leidinggevende van ons, zeg maar onze korpsleiding, is dat we vermanend moeten optreden, wat inhoudt dat we de mensen moeten wijzen op het feit dat ze niet op straat mogen zijn op dat moment. En we dragen ze op om via de kortste weg naar huis te gaan. Ik ben blij te kunnen zeggen dus dat als het goed is, in elk geval het leeuwendeel, als ik het goed heb, 5 gevallen waarbij mijn collega's inderdaad waren getest positief. Ze maken het goed. Ik denk dat een aantal van ze al thuis zijn als zij ontslagen. Maar de korpsleiding had toen de maatregel getroffen om alle politieambtenaren die zeg maar in contact waren gekomen met die collega's of die naar gebieden waren gegaan tijdens de verkiezingen waar gevallen van COVID vastgesteld zijn, dat die collega's dan 14 dagen in thuisquarantaine moesten blijven. En dat ging om iets meer dan 100 politieambtenaren. Maar gelukkig, ze zijn niet besmet geraakt en ze zijn inmiddels weer begonnen met hun werk. Maar in de periode dat ze thuis waren, was het een grote aderlating voor de politie, waardoor bepaalde controlewerkzaamheden bijvoorbeeld niet of niet voldoende konden doen. Maar dat is niet gelukkig achter de rug. Ook vanuit de korpsleiding zijn er wat instructies doorgegeven aan de politieambtenaren, hoe zij moeten werken op bureaus. Bijvoorbeeld, een van de zaken is dat men niet gewoon naar binnen kan stappen, de burgerij. Er is altijd een politieman die
voorin staat, of bij een raam, en dan wordt de klacht van de persoon aangehoord. Als het niet nodig is dat de persoon binnen het bureau moet komen om die aangifte te doen bijvoorbeeld, wordt de persoon uitgenodigd om weer naar huis te gaan. En dan kan de politie dan thuis gaan. Of het advies is dat, en ik ben blij met die vraag, dat ik het weer kan herhalen, dat de mensen moeten bellen naar het bureau. Bijvoorbeeld in het geval van diefstal, weet je, bel naar het bureau, geef het door. En als het niet nodig is dat je het bureau moet aandoen om die aangifte te doen, dan wordt het aangegeven, want de aangifte kan ook worden opgenomen in derde persoon. Toch? Dan kan het telefonisch worden afgehandeld. Als het nodig is dat de politie thuis moet komen voor een plaatselijk onderzoek, dan komt de politie wel thuis. En natuurlijk worden de nodige maatregelen, maskers op, et cetera. En ten aanzien van de cellenhuizen, het is niet zo dat voor die COVID-maatregelen arrestanten op zon- en feestdagen bezoek mochten krijgen, voeding en kleding. Maar sinds die maatregelen er zijn, kunnen ze geen bezoek krijgen voorlopig. En op zon- en feestdagen mag men wel voeding brengen. Dat wordt door de politieambtenaren in ontvangst genomen. En die arrestanten krijgen dat. Als ze bijvoorbeeld vuile kleren hebben en zo, kunnen ze dan via die agenten dan sturen naar hun familie die dan daar op het bureau zijn gekomen. En die kunnen dan die zaken meenemen. Maar geen bezoek voorlopig. Als ik de rapportages dus even meeneem en ook een persoonlijke observatie rond de totale lockdownperiode, dan moet ik zeggen, en dat is niet alleen van mij alleen hoor, ook de leidinggevende van ons korps, want ze gaan ook op straat om te checken. We kunnen zeggen dus dat over het algemeen de Surinamers zich hebben gehouden aan dus die total lockdown maatregelen. En ook bij de partiële lockdown zien we dus dat het grootste deel van onze samenleving zich ook houdt aan die maatregelen. Dus wat dat betreft zijn we niet ontevreden. Natuurlijk willen we niemand op straat hebben die niet op straat moet zijn op een bepaald moment. Maar we kunnen niet zeggen dat onze bevolking ongehoorzaam is. In de zin van is dat het grootste deel zich niet stoort aan die maatregelen. Dat is niet zo. We merken dus dat de meeste mensen zich wel houden aan die maatregelen. En ik denk dat het niet komt omdat ze bang zijn voor de politie, maar het komt omdat ze beseffen hoe gevaarlijk dit virus is. En ik denk dankzij dus die programma's van NII, die persconferenties, waarbij door deskundigen wordt aangegeven hoe gevaarlijk dit virus is. Ik vermoed dat het besef steeds is gaan groeien bij onze bevolking. Dat ze zich moeten houden aan maatregelen die zijn genomen voor de eigen veiligheid. Dus over het algemeen kort gezegd, houden de meeste mensen zich wel aan de partiële lockdown. En ook aan die volledige lockdown dat men zich goed gedragen, zeg maar. En ik heb onze afdeling DCIV, staat voor Dienst Criminele Informatieverzorging, gevraagd om wat data te geven. En ik heb data gevraagd van af 2018 tot en met de maand juni, zeg maar 24 juni vandaag, 2020. En ik zie de lockdown situaties zijn begonnen in de maand maart. Hè. En dan zie ik dat bijvoorbeeld in de maand, vanaf de maand maart 2018 bijvoorbeeld hadden we in de maand maart aan gekwalificeerde diefstal. En gekwalificeerde diefstal moet je zien, diefstal bij NAG, weet je. Diefstal middel van braak, et cetera. Dan zien we dat we in maart 2018 hadden we 337 gevallen. In 2019, in de maand maart, hadden we 272 gevallen. En dit jaar hadden we 227 gevallen. Maar als je kijkt naar april, dan zie je in april 2018 hadden we 382 gevallen van gekwalificeerde diefstal. In 2019
April hadden we 273. En in 22 dit jaar hadden we 240. In mei hadden we in 2018 360 gevallen, in 2019 279 gevallen, in dit jaar 188 gevallen. En we zien in juni hadden we in 2018 288 gevallen, 2019 309 gevallen en dit jaar 193 gevallen. Dus 11 was hier dus die daling. En als we kijken naar inbraken, zien we ook een daling. Dan zien we bijvoorbeeld, als we de maand juni nemen, hè, deze maand is bijna om. Dus we kunnen dit gebruiken. Dan zien we dat in juni 2018 inbraken had je 346 gevallen. In 2019 284 gevallen. En dit jaar 191 gevallen. En als we kijken naar berovingen, bijvoorbeeld als we kijken naar maart, hadden we in 2018 93 gevallen, 2019 81 gevallen, dit jaar 53 gevallen in de maand maart, in de maand april 2018 106 gevallen, 2019 83 gevallen, dit jaar 35 gevallen, mei 2018 100 gevallen, mei 2019 93 gevallen, mei 2020 51 gevallen en juni 2018 hadden we 108 gevallen, 2019 89 gevallen en voor dit jaar in de maand juni 18 gevallen. Dus je ziet, het is toch wel een drastische daling. Ja, zelfmoord gaan we niet meenemen. Maar ook bij de verkeersdoden kan je ook ergens toch wel een daling hoor. In maart hadden we 2018 in maart 5 gevallen, 2019 weer 5 en dit jaar 4 gevallen in maart en april. 2018 hadden we 8 gevallen, 2019 5, dit jaar hadden we weer 8. In mei, dat is april en mei, hadden we 5, 2 om 3 gevallen. En in juni hadden we 6 gevallen in 2018, 10 gevallen in 2019 en 1 geval dit jaar. En als we kijken naar als we kijken overal naar dus de vergeleken misdaadcijfers, eerste kwartaal 2018, eerste kwartaal 2019 en eerste kwartaal 2020, daar zien we dus wel een daling overal. Was het in 2018 941 gevallen, in 2019 751 en dit jaar 636. Wat we wel zien, dat ook bij overvallen zien we een daling hier. Bijvoorbeeld hadden we in 2018 276 gevallen, 2019 237 gevallen en in dit jaar, eerste kwartaal, 184 gevallen. Alleen die levensberoevingen is stabiel gebleven tot nu toe. Wat hadden we in 2018, eerste kwartaal 6. In 2019 hadden we eerste kwartaal 9 en dit kwartaal 2020 ook 9. Maar bij levensberoeving heb je meestal dus dat het gaat om, heel wat van de gevallen gaat om mensen die elkaar kennen en dat de ene de andere dan van het leven heeft beroofd. Hè? Niet zozeer wat we noemen die zogenaamde roofmoorden. Meestal gaat het om mensen die elkaar kennen en ze hebben misschien moord gehad of jaloezie, weet hoe het gaat. Relatieproblemen en dan wordt de een door de ander om het leven gebracht. Dus dat was zo'n beetje, maar overal kunnen we zien dus die daling, maar het is wel zoals ik zei, het heeft te maken met het feit dat heel veel mensen niet thuis zijn, zeker de studenten, waardoor je in feite de hele dag door
mensen thuis hebt, waardoor het moeilijker wordt voor criminelen om in te breken. Want die inbrekers willen in feite niet gezien worden. Hè? Dus dat maakt dus dat ze een beetje voorzichtiger zijn nu in deze periode. Maar we blijven alert. Mensen wiens nummerbewijs of rijbewijs zijn vervallen in de maand maart, dat zij dus dispensatie krijgen. En toen was het in de total lockdown periode. Want mensen konden niet naar CBB gaan bijvoorbeeld om een uittreksel te halen. Maar nu we dus die partiële lockdown hebben, verwachten we dat die mensen dus hun stukken die ze moeten hebben om verlenging van hun rijbewijs aan te vragen, dat ze die nu wel gaan halen. En dat ze daarmee naar het politiebureau gaan. Afdeling verkeer aan de, voor de stedelingen is het de Van Hogerijstraat, politiebureau Nieuwehaven. Nou, als je daar gaat, ga je misschien niet gelijk een ander rijbewijs krijgen, maar je krijgt wel een strookje, waar ik word aangegeven dat je met dat oud rijbewijs, dat in principe al vervallen is, mag blijven rijden, maar dan moet je dat strookje wel erbij hebben. En op dat stukje gaat worden aangegeven hoe lang je met dat, zeg maar, oud rijbewijs mag, of dat vervallen rijbewijs mag rijden. Toch? Dan ben je gedekt, hè? Ik heb nog geen contract gehad. Maar wat ik dus tot de dispensatie, of het al gestopt is of niet. Dus we gaan ervan uit dat die dispensatie nog steeds geldt. Dat als je rijbewijs vervallen is in de maand maart, of je nummerbewijs, dat je niet bang hoeft te zijn dat je bekeurd gaat worden door de politie. Maar nu we weer partiële lockdown hebben, is de afdeling dan weer open voor enige tijd. Misschien niet tot 3 uur. Kan misschien dat men ietsje eerder weggaat. Dat weet ik niet zo zeker, maar in elk geval. De afdeling moet nu wel open zijn. Dus de mensen mogen naar CBB gaan, want CBB is ook open nu inmiddels. Ik weet niet dat hoe laat ze open zijn, dus dat moet men even checken wanneer men daar gaat. Gaat hij iets stukken halen en gaat hij daarmee dan naar de afdeling verkeer en dan wordt hij dan verder geholpen en dan krijgt hij dan de instructies. Maar sowieso gaat hij een strookje meekrijgen dat hij dus moet toevoegen aan dat rijbewijs van die hij heeft nog, zeg maar dat oud rijbewijs, en daarmee kunt hij dan rustig rijden. Alleen wanneer de politie is stopt, moet hij dus dat rijbewijs kunnen overleggen en dat strookje. Dan hoeft men niet bang te zijn dat ze bekeurd gaan worden. Ten aanzien van verzekeringsbewijs, daar hebben we dus geen dispensatie gegeven aan niemand. Omdat we hebben begrepen dus dat de verzekeringsmaatschappijen wel een mogelijkheid hebben dat de mensen hun nieuw verzekeringsbewijs wel kunnen krijgen. Van moeten ze dat online doen. Maar er is wel een mogelijkheid dat ze dat kunnen krijgen. En dan, dus daar moet je niet mee. Als je geen geldig verzekeringsbewijs hebt, gaan we je wel bekeuren. Ten aanzien van keuringsbewijs geldt ook hetzelfde. Dat we ook dispensatie gaven. Waarom? Omdat tijdens die totale lockdown, zeker in de periode van de totale lockdown, waren de keuringstations ook gesloten. Maar ik denk dat met die partiële lockdown, die nog zo al open zijn, als ze nog niet open zijn, die keuringstations, dan gaan we natuurlijk als politie rekening daarmee houden. Toch? Want dan zou het niet rechtvaardig zijn om de mensen te gaan bekeuren, want het is een overmacht situatie. Laat dan zich houden aan de maatregelen die worden afgekondigd door onze staatshoofd. Na overleg met het COVID-management team. Men doet dat om ons te beschermen tegen dit virus. We hebben nu al, ik heb begrepen dat we nu vandaag al op 10 doden staan. Dat geeft al aan hoe serieus we deze zaak moeten nemen. Dat virus is heel besmettelijk en ook levensgevaarlijk in dit geval. Zeker al in 10 gevallen in Suriname. Dus mijn boodschap aan die samenleving: hou je aan die regels. Ga op straat met een mond- en neusbedekking.
hou die onderlinge afstand, was je handen zoveel mogelijk, en hou rekening met anderen. Toch? Gaat niet alleen maar om je eigen veiligheid, ook om de veiligheid van anderen. Dus ik hoor dat men zich nog meer zal houden aan de regels dan men tot nu toe doet. En dan denk ik dat als we dat doen, dat we zeg maar heel snel in zodanig COVID-vrij zullen zijn in Suriname, dat de maatregelen versoepeld kunnen worden.